Hey, welkom allemaal. Ik ben Tim. Ik ga jullie vandaag wat combat oefeningen laten zien. Omdat sommigen van jullie hadden gevraagd om wat combat oefeningen, zodat jullie thuis ook kunnen oefenen. Nou is het belangrijkste de houding en de techniek bij deze oefeningen. Het is niet belangrijk om zo vaag of zoveel mogelijk te doen. Het focus ligt op balans, flexibiliteit en een klein beetje het uithoudingsvermogen. Probeer gewoon zoveel en zover mogelijk de oefeningen uit te voeren. Alles wat niet gaat, stuur gerust even een mailtje. Dan kunnen we altijd samen even kijken wat wel de mogelijkheden zijn. Kan ook zijn dat ik af en toe een klein beetje mijn balans verlies. Maar voor mij is het ook alweer een tijdje geleden. Zullen we gaan beginnen? We hebben vier verschillende oefeningen die we achter elkaar aan één kant uit gaan voeren. En die we daarna achter elkaar aan de andere kant uit gaan voeren. Er zitten vier kicks in, dus vier trappen, waarbij ik de techniek en de aanwijzingen even ga geven, zodat jullie thuis goed aan de slag kunnen met jullie eigen techniek. Oké? Nou, we beginnen met een squat en een frontkick met het rechterbeen. Dus je zakt door de knieën en je trapt met het rechterbeen naar voren uit op het moment dat je omhoog komt. Nou, is het in de squat belangrijk dat je goed op de hakken steunt en dat je rechtop blijft met het bovenlichaam. Zoals je hier van de zijkant ziet, bij het omhoog komen zwaai je de rechterarm langs het rechterbeen en trap je het rechterbeen uit naar voren. Dit doe je 15 keer en daarna ga je naar oefening nummer 2. Dus in principe hetzelfde, alleen niet vanuit de squat, maar vanuit een lunge. Dus we beginnen in de lungepositie, rechtervoet staat achter en vanuit daar trappen we hem gelijk uit naar voren. Het zal qua balans wat uitdagender zijn, wat lastiger zijn. Je gaat hier voor de afstand van achter naar voren. Grote stap, ver naar voren. Grote stap, ver naar voren. Ook deze doen we 15 keer. Nou, heb je die 15 gehad? Gaan we naar oefening nummer 3. Geen squat, geen lunge. Alleen de sidekick. Uit en in. Mag hem weer neerzetten. Mag hem ook omhoog houden. En zoals je misschien bij mij al merkt, de hartslag gaat er van omhoog. Dat mag, dat is ook de bedoeling. Belangrijkste hier bij die sidekick. Je hak van je stambeen bij staan waar je wilt trappen. Schouders wijzen de andere kant op. Knie komt naar voren. Tenen wijzen naar beneden. Ik zal hem even van de zijkant laten zien. Knie komt op. Tenen wijzen naar beneden. Jij bepaalt hoe hoog jij trapt. Stel nou je merkt van hoger als dit kan ik wel, maar dan hou ik niet de techniek. Techniek is het belangrijkste. Hou hem dan wat lager. Trap hem omlaag. Zelfde idee. 15 herhalingen gehad. Gaan we naar oefening nummer 4. Dat is de roundhouse kick. Ook de rechterkant, knie wijst, raken met de wreef en zet hem weer terug. Uit en in en weer terug. Hak wijst, schouders leunen, bovenbeen wijst, uit en in. Dus niet te veel die hoek in de heupen zoals we hem net hadden bij de sidekick. Duw de knie van je af. Eén lijn vanaf je schouder tot aan je knie. Raken met de wreef. En trek de hak terug naar de billen. Uit en in. En weer terug. Nou, heb je die ook 15 keer gehad? Heb je dus één ronde aan de rechterkant gehad? Doe je daarna alle oefeningen ook nog een keer aan de linkerkant? En mag je die hele serie nog een keer voor een tweede keer herhalen? Puur om jullie even wat bezig te laten zijn in de richting van combat. En zodat als we straks weer aan de gang gaan, dat we niet helemaal opnieuw moeten beginnen, maar dat we toch een klein beetje het niveau kunnen behouden. Heel veel succes ermee. Zijn er vragen? Zijn er onduidelijkheden? Of kun je bepaalde dingen niet? Stuur gerust even een mailtje en dan kijken we even samen wat de mogelijkheden zijn. Succes!